Yo gasten, ik ben Guus van Quickboys. En ik ben Stan van Rijnsburg. En vandaag gaan we een soort van crossbar challenge doen. Maar dan met fruit. Even kijken wie de meeste stukken fruit kan raken op de lat. Dus we gaan het zien. Ik ga beginnen met de watermeloen. Komt ie. Ja, dat is helemaal k***. Ja. Ik ga proberen een ananas tegen die lat aan te schieten. Hè. En ik hoop beter te doen dan Stan en dat dat ding niet uit elkaar schiet. Dit is niet echt een succes, of wel? Ja, gewoon schieten toch. Komt die. Hij kan wel hoger dan Guus hoor. Ja, op zich. Best eten. Kinderen, eet groente en fruit. Dat is goed voor je. Een knolselderij. Dit wordt één feest. Oh, dat ding is hard! Ja jongens, ik heb een nieuwe tactiek. Zelf verzonnen. Ja, ik ga hem loppen. Even kijken. Oeh. Nee, ja, bijna niet. De volgende voorwerp van appel. Oké, we hebben een nieuwe tactiek. We gaan uit de handen, over de grond. Dat wordt het niet. Koop dan fruit dat heel blijft. Zo. Hey, lekker jongen, je raakt hem ook. Raakt een stukje de lat? Ja, van mij wel hoor. Ik zag hem ook wel. Het was wel in de buurt, het was in de buurt. Hey, mag je deze ook gewoon gooien of niet? Want het is echt. Nee, dat gaan we met de bananen doen. Oké, okay, een kommetje. Eten. Ja, nou, ik denk dat we even bananen gaan gooien. Ja, joh, schiet de kant op gewoon. Ja, maar als je gaat schieten, dan zit je onder de hele schoen onder de drap. Ja, want een ananas en een watermeloen, daarmee was dat niet natuurlijk. Nou ja, minder. Hij is lekker hoor. Ja. Ja, daar ging hem naam. Nou jongens, dat was het dan alweer. Ja, zoals je kan zien, de crossword challenge is niet echt gelukt. Eén stukje appel geraakt, maar... ja, als je nou toch kijkt, hè. Eén grote bende. Nou jongens, vergeet niet voldoende groente en fruit te eten. En vergeet zeker ook niet je bende op te ruimen. Want dat gaan wij zo ook nog even doen. En ja, vergeet dan ook niet te liken en te subscriben. Nou, dat was het niet wel, hè. Dan zien we jullie volgende keer weer. Ja, later. Wat de bende moet gaan maken. Dat is het. Had je dit niet beter op lijn kunnen kennen nu?